Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gemaakt van mijn portfolio. Dus dat gaan we doen in deze video. Juist omdat we natuurlijk te maken hebben met een oorlog op dit moment in Oekraïne. Maar ook waarschijnlijk deze maand de eerste renteverhogingen. In ieder geval in Amerika van centrale banken, wat impact heeft op de markt en dus op financiële markten. Dus wil ik weer gaan kijken naar hoe ziet mijn portfolio op dit moment uit. Uh, wat is mijn emotie? Hoe denk ik over de situatie en de aandelen op dit moment. En vooral ook een beetje wat zijn mijn plannen voor de toekomst. Dat gaan we bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. We zijn nu ingelogd op mijn account bij de Giro. Dit is mijn portfolio op dit moment. Um, ja, ik heb meerdere portfolios bij de Giro. De ene gebruik ik in de maandelijkse videoserie waar ik 250 euro investeer. Uh, dit is het portfolio dat ik denk, inmiddels bijna vijf jaar geleden ben begonnen. Laten we eerst even bovenaan gaan kijken. We zien nu dat het zo'n ja, bijna 155.000 euro waard is. Dat ik daar 133.000 euro winst van is. En het, is, het bedrag is lager dan waarschijnlijk de laatste keer dat ik een update gaf. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Ik denk aan het einde van december. Omdat ik meestal het jaar afsluit en even wil kijken hoe ik er toen voor stond. En ik geloof dat ik toen rond de 200.000 euro stond. Ongeveer een half jaar geleden of zo. Was dit volgens mij 275.000 euro. Maar natuurlijk, ten eerste hebben we heel de markt wel een beetje zien. Daal, of tenminste, niet per se alle beurzen. Wel de laatste tijd. Maar heel veel aandelen vooral in het laatste half jaar. Ook heel veel aandelen die ik trouwens in bezit heb, daar zullen we straks wel gaan kijken als we het portfolio beter bekijken. En het is natuurlijk ook zo dat ik een keer um, voor 50.000 euro aan Tesla aandelen heb verkocht, daar mijn winst heb genomen. Dus dat uh, verklaart een beetje het verschil. Uh, laten we dan, voordat we gaan kijken naar het portfolio, eerst even kijken naar de situatie op dit moment. Vooral de laatste twee weken, natuurlijk. Zien we gewoon dat we. Pak bijvoorbeeld de AX als voorbeeld. In de laatste, nou, laten we zeggen, drie maanden. Dan is het eigenlijk al sinds begin van het jaar dat we al langzaam dalen. Het was al een beetje onzekerheid. Aan de ene kant de rentes die waarschijnlijk worden verhoogd door centrale banken. Nou, in Amerika zal dit waarschijnlijk deze maand in maart dus gaan gebeuren voor de eerste keer weer. En eigenlijk de laatste tijd, en dan is het een beetje dit moment zo dat de oorlog in Oekraïne begon. Um, op de lange termijn maakt dat vaak niet zoveel uit voor een beurs. Uh, op de korte termijn heb je wel te maken met heel veel volatiliteit. Nou, dat is ook iets wat we vandaag zien. Kijk bijvoorbeeld de Ajax stond vandaag op dit moment zo'n 3,6% in de plus. Europa de top 50 4,5%. Amerika staat voor beurs inmiddels ook weer in de plus. Duitsland bijna 5%. Dus vandaag. Is een heel positieve dag misschien is het morgen juist wel weer heel negatief je ziet het echt heel erg heel erg volatiel zijn dat um, kan bijvoorbeeld vandaag als we gaan kijken de redenen misschien aan de ene kant omdat Europa met een ja, nieuw energieplan komt dat is goed voor op de lange termijn want ik geloof pas dat we in 2030 dan van Rusland uh, onafhankelijk zijn van hun energie van hun olie en gas dat is dus nog acht jaar dus uh, ja daar gaat de markt niet zo snel op reageren denk ik aan de andere kant, volgens mij hebben ze ook gezegd dat we in ieder geval genoeg gas hebben, nu als voorraad om de winter door te komen. Dat we wel nog op moeten passen. Dat is positief. Je ziet ook wel een beetje dat um, ja, Oekraïne niet bij de NAVO mag. Uh, dat waarschijnlijk Oekraïne. ...wil gaan praten of morgen gaan, volgens mij, praten met Rusland... ...dat er zelfs gepraat wordt, volgens mij, over de twee provincies... ...dat die misschien wel bij Rusland komen of erkend worden... ...of onafhankelijk zijn, net hoe je het wilt noemen. Dus dat is dan in één keer weer heel positief nieuws... ...waar de markt er heel positief op reageert. Zoals je ziet, een hele index in het algemeen... ...maar als je rechts gaat kijken... ...heel veel specifieke losse aandelen nog veel erger. Uh, Adyen, bijna 9% in de plus bijvoorbeeld. En ik denk dat het juist moeilijk is... Om een aandeel in de min te vinden, behalve Shell op dit moment dan. Want daar zien we ja, min 1,3%. En dan het volgende aandeel is al meteen in de plus. Dus alleen Shell vanwege waarschijnlijk de dalende olieprijs op dit nieuws. Uh, die zal daar eventueel vandaag last van hebben. Maar dat is een beetje de situatie op dit moment. Um, wil ik niet per se te diep op ingaan, maar het is denk ik wel belangrijk om het even te bespreken. Omdat juist dit soort momenten vaak wel zijn dat... Uh, je misschien snel beslissingen wilt nemen omdat je grote verliezen ziet in je, in je totaal. Uh, vandaag 380 euro valt op zich wel mee, maar ik heb niet heel veel Nederlandse aandelen of zo. Dus de impact daarvan is kleiner. Uh, maar het kan ook best wel zijn dat de laatste dagen hier staan bijvoorbeeld 3000 euro per dag in de plus of een dag 3000 euro in de min. En dan wil je misschien nog wel eens snel beslissingen nemen. Terwijl je denk ik gewoon belangrijk is om. Um, ja, Goed na te denken, desnoods een dag extra te wachten en niet meteen beslissingen te nemen. Uh, maar het is wel belangrijk misschien op dit soort momenten, als je ergens aan gaat twijfelen, dat je dan wel gaat denken van uh, wat wil ik doen en wat wil ik de komende tijd gaan doen. Niet meteen alles uitvoeren, denk ik. Maar wel denken van wat ga ik in de toekomst anders doen door dingen die ik nu heb geleerd. En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze video. Als we gaan kijken naar mijn portfolio, dat... Um, ja, sommige dingen ga ik nu denk ik daar waarschijnlijk anders over dan dat ik... Week geleden deed, een maand geleden, dus het zijn wel dingen die ik waarschijnlijk in de toekomst wel iets anders ga doen. En een van die dingen is waarschijnlijk dat ik het aantal posities ga terugbrengen. Um, als ik zo ga kijken, we scrollen naar beneden, dan zie je hier alle aandelen en hier drie ETF's of trackers. Dat past nu nog allemaal op één beeld, maar ik wil het eigenlijk terugbrengen. Um, ten eerste voor meer overzicht, ten tweede doordat ik een beter overzicht heb, kan ik het ook beter in de gaten houden. En als er iets gebeurt, heb ik minder bedrijven om iets uit te zoeken op het laatste moment bijvoorbeeld, dus het zorgt er gewoon voor. Uh, ja, aan de ene kant denk je oh, er zijn heel veel kansen, het is heel interessant, maar nu juist denk ik steeds meer, ik wil aan de ene kant gaan voor de lange termijn, dan zijn juist ETF's zoals hieronder heel interessant. Um, maar daardoor, ja, ik, ik heb ook heel veel losse posities. Aan de ene kant ik kan ze niet allemaal bijhouden, ik kan niet al het nieuws bijvervolgen. Soms verandert het best wel snel, en dan handel ik daar niet meteen op. Dat is op zich goed. Maar aan de andere kant, juist omdat ik mijn gedachte in het algemeen voor de lange termijn is, houd ik misschien sommige aandelen ook alweer net te lang vast. Waardoor ik inmiddels met een verlies zit. Uh, dit verlies kan er steeds tijdelijk zijn, ga ik vanuit. Maar dit zijn wel punten waar ook ik nog steeds ja, verbeterpunten heb. Ik ben zeker niet perfect. En dat is eigenlijk ook het idee van deze videoserie natuurlijk. Of van heel mijn kanaal. Um, we gaan gewoon van elkaar leren. Iedereen maakt fouten, maar door mijn fouten bijvoorbeeld te delen of mijn visie te delen, hopen dat jij daar iets van kunt leren, zodat je er uiteindelijk ook beter van wordt. Um, ik ga misschien alle aandelen even kort behandelen, maar zeker niet uitgebreid. Maar laten we gewoon even bovenaan beginnen. En dat begint met Adifica 50 aandelen. Het zorgvastgoedfonds heb ik laatst nog bijgekocht, dus dat is de reden dat ik eigenlijk... Nu, ja, trouwens, 9% in de plus staat. Dat was eerst meer. Ze zijn een tijdje geleden, een paar weken geleden, best wel flink gedaald door wat negatief nieuws van de zorgsector in België en Frankrijk. Dat is het moment dat ik bij heb gekocht. Omdat ik ja, vastgoed voor de lange termijn interessant vind. Ziet er nu nog goed uit, maar dit is echt wel iets wat ik wel lange tijd wil vasthouden. Alibaba, 27% in de min. Uh, volgens mij heb ik hier. ...ook wel een tijdje geleden eerste positie genomen... ...en de nog een beetje uitgebreid... ...maar sindsdien is het natuurlijk zoals je ziet... ...nog verder gedaald naar nu zo'n ja, onder de 100 dollar. Um, ik denk dat het vooral ook met sentiment te maken heeft. Uh, China is heel onpopulair nu onder beleggers. Tech is heel onpopulair. Um, maar als je gaat kijken naar de cijfers, de onderliggende waarden... ...is het wel gewoon echt iets voor de lange termijn... ...en dan moet je misschien wel nog twee of drie jaar wachten. Maar als beleggers weer een keer gaan zien van... ...oh, Alibaba is eigenlijk best wel interessant... Um, en zeker tegen de huidige koers, dat de koers alweer ga, zal gaan stijgen. Echt iets voor de lange termijn. Dat is trouwens ook wel de reden dat heel veel van mijn losse aandelen, heel veel van die losse posities nu in de min staan. Soms een klein beetje, soms flink. Dat ik deze posities juist in het laatste half jaar of zo heb genomen. Door eerst andere dingen te verkopen of mijn nieuwe inleg juist hierin te investeren. Ook wel een beetje met het idee juist voor de lange termijn te gaan. Dus um, aan de ene kant natuurlijk is het niet fijn om te zien dat er... ...ja, cijfers in het rood staat, rendement in het rood staat. Aan de andere kant, omdat ik weet dat ik voor de lange termijn ga... ...vind ik het ook weer niet per se heel erg dat het is gebeurd. Mogelijk bij nieuwe inleg um, ja, ga ik misschien juist wel kopen... ...waardoor ik dollarkost ergens uh, kan gaan toepassen. Um, kijken we naar Apple. Dit is een aandeel dat ik volgens mij begin deze week... ...of ja, dat was volgens mij de video van afgelopen maandag interessante aandelen, waar het eerst dus was van, ik vind het interessante aandelen, is het tegenwoordig steeds vaker de vraag van, is het nog wel interessant bij de huidige koers, juist in de huidige marktomstandigheden. Um, is dit het aandeel dat ik besprak? Um, ik kwam zelf uit op een waardering op dit moment van zo'n 115 dollar die ik interessant zou vinden. Nou, we zien het inmiddels op 155, 160 dollar staan, dus dat is niet interessant. Een van de reacties die eronder stond van, waarom verkoop je het dan niet? Dat is een hele goede reactie. Dat is iets waar ik Soms wel over nadenken. Aan de andere kant um, dan ga ik soms ook wel weer een beetje de markt timen. Omdat ik dan nu zou verkopen. Terwijl ik het aandeel eigenlijk wel voor de lange termijn zou willen. En dus op een later moment terug ga kopen als de koers daalt. Moet de koers natuurlijk nog wel dalen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik het nog niet verkocht heb. Mogelijk dat het wel zou gaan doen. Iets waar ik in ieder geval over nadenk. En dat geld zou ik dan bijvoorbeeld investeren. Um, ik denk steeds vaker in een uh, breed gespreide ETF. Dat ik uiteindelijk... Misschien 50% van mijn vermogen, belegde vermogen, in een breed gespreide ETF doe als ja, solide basis, zeg maar. En de andere 50% verdeel over wat losse aandelen, met waarschijnlijk zo'n 5% per aandeel. Dan zorg ervoor dat ik eigenlijk maximaal 10 andere posities heb. Dan heb ik alsnog heel veel aandelen waar ik potentie in zie, wat ik interessant vind om te onderzoeken en in losse bedrijven te investeren. Maar tegelijkertijd zijn het er weer niet zoveel dat ik ja, niet alles meer bij kan houden. Ik denk dat dat nog wel redelijk goed te doen is. Um, kijken we naar Basic Fit. Vandaag, uh, vanochtend waren er nieuwe kwartaalcijfers van kwartaalupdate. De leden waren viel een beetje tegen met wat analisten verwachten, maar de outlook is juist heel erg goed. Wat het bedrijf verwacht voor de toekomst, ook het aantal clubs dat ze gaan openen is niet veranderd in de komende jaren. Tenminste hun planning niet. Dus dat ziet er allemaal heel positief uit. Relatief veel leden zijn er steeds uh, ja, lid van Basic Fit. En ze gaan nu ook naar Duitsland. Dat was het zesde land waar ze naartoe gingen. Dat zat er al wel aan te komen dat dat Duitsland zou zijn. Uh, maar nu is het dus eigenlijk zeker geworden. Dan willen ze dit jaar geloof ik de eerste twintig clubs gaan openen. Nou, Basic fit is een aandeel dat ik eerst volgens mij um, 400 aandelen van heb gehad uiteindelijk. Uiteindelijk de helft verkocht. En nu staan we daar nog zo'n 53% in de plus. Oftewel 2600 euro op deze positie. Maar in totaal 7000 euro. Dat is wel een hele goede aankoop geweest achteraf gezien. Um, ik denk wel dat ik het ga houden. Mogelijk zelfs uitga breiden trouwens. Um, omdat dit echt een bedrijf is. wat heel veel ambitie nog heeft. Heel veel groeimogelijkheden heeft. Clubs worden geloof ik. Ja, tenminste, vorig jaar was het zo dat ze in ongeveer drie jaar tijd. werden terugverdiend. Dus dat geeft wel aan, de groei is er, um, de cashflow is er. Dus in ieder geval lijkt het heel interessant op de lange termijn. Dan wat hopelijk op de lange termijn interessant is, is blok, oftewel vroeger heette dat square. Vooral wat hier opvalt, en ik zal hem even openen, um, we gaan bijvoorbeeld kijken naar het laatste jaar. Nou, laten we zeggen de laatste drie jaar. Het is heel hard gestegen tijdens de coronacrisis van 38 dollar naar uiteindelijk 280 dollar. Maar als je gaat kijken, 280 dollar was in augustus. Dus laten we zeggen, ongeveer in een half jaar tijd is het gewoon uh, ja, twee derde afgenomen. Dus je kunt ook zien hoe hard aandelen onderuit gaan. Of het terecht is, ik weet het niet. Ik denk niet dat Blok op dit moment al heel veel winst maakt. Maar ik denk wel dat ze nog steeds potentie hebben voor de toekomst. Um, dus het is in ieder geval nog wel iets wat ik vasthoud op dit moment. Maar wel zeker beter in de gaten gehouden. Ga kijken we naar cm.com. Een Nederlands bedrijf heb ik laatst ook nog aandelen bijgekocht, ook de reden dat ik nu uh, wat ja, in de min sta. Uh, maar dit is echt wel een bedrijf voor de lange termijn. Um, ik heb het voor mij al eerder besproken. Ze doen juist heel veel met um, ja, communicatie eigenlijk, het, of het is ticketverkoop van de uh, het GP van Zandvoort bijvoorbeeld, smsjes die je vanuit de GGD krijgt nu met je coronaprik bijvoorbeeld. Dat soort diensten bieden zij aan. En ik denk dat dat vooral in de toekomst ook ja, veel gebruikt zal worden, steeds meer gebruikt zal worden. En ga je kijken naar Amerikaanse concurrenten zoals Twilio, ook die worden nu hard afgestraft, maar eigenlijk worden die vaak stukken hoger gewaardeerd en lijkt het dus best wel interessant gewaardeerd op dit moment. In ieder geval een positie die ik daarom ook wel ga houden. Intel, ook iets wat ik de laatste tijd was heb gekocht. Kijken we nou bijvoorbeeld gisteren. Um, gisteren was de nieuwe keynote van Apple, nieuwe producten. Ze hadden weer wederom hun M1-chip uitgebreid naar de M1 Ultra. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat vorig jaar begonnen is met Apple. Hun eigen chips ontwikkelen. Ze waren best wel een grote klant um, bij Intel. Tenminste, heel veel chips kwamen van Intel al af. En je ziet nu dat zij daar steeds minder bestellen. Dus Intel is ook niet zo populair. Maar als je het kijken naar wat Intel op de lange termijn wil, ze zeggen ook de komende paar jaren zal de winstgevendheid afnemen. Maar na de hand zal het juist toenemen, omdat we juist nu investeren in de toekomst. Uh, Intel is nog steeds een heel bekende naam als we het hebben over semiconductors. Ze gaan uitbreiden met meer productiecapaciteiten. Ze gaan ook uh, productie eigenlijk draaien voor andere partijen. Dus het ziet er wel interessant uit, alleen niet in de komende tijd. Het duurt vaak pas, misschien wel pas over vijf jaar, dat het misschien wel interessant is. Dat is de reden dat heel veel beleggers het juist nu niet interessant vinden. Maar voor mij juist een reden om wel echt te gaan voor de lange termijn. Hetzelfde telt eigenlijk voor um, Facebook of Meta zoals het tegenwoordig heet. Als je kijkt, ik sta hier nu 20% in de plus. Um, ik zat eerst de gemiddelde koers van 175 dollar geloof ik. Ik zal trouwens een video link ergens boven in beeld plaatsen voor mijn aankoop die ik toen heb. Um, ik had eerst 30 aandelen. Ik heb er toen laatst 15 bij gekocht na de flinke daling van het aandeel. En als we die even gaan kijken, dan zie je hier wel een flinke daling naar uiteindelijk ja, 2,30. En ik geloof dat ik hier ongeveer heb bijgekocht, omdat het er gewoon heel positief uitziet. Um, de kwartaalcijfers waren wat negatief. Ze zeiden ook, Facebook heeft last van Apple met hun apps en dat we klanten niet zo mogen volgen, dus advertenties is wat lastiger. Dat is denk ik op de korte termijn zo, maar Facebook verdient zoveel geld, zelfs met het geld, de 10 miljard die ze investeren in, in de metaverse voor de toekomst. Houden ze nog genoeg geld over om echt wel een interessant aandeel te zijn? En ik denk ook niet dat het zo snel zal gaan veranderen. Nog steeds 3 miljard mensen ter wereld maken maandelijks gebruik van één of meerdere producten van Facebook. Dus ik denk dat, en ik hoop dat vooral ook, dat het iets is op de korte termijn en dat het op de lange termijn gewoon weer herstelt. Dus dat was voor mij toen de reden om het een was het inmiddels een maand geleden of iets langer geleden, deze positie wat uit te breiden. Komen we aan bij Nio. Nio is zo'n aandeel dat ik eigenlijk eerder had moeten verkopen. Um, ja, vorig jaar hadden we natuurlijk erg te maken met een hype in dit aandeel. Ik heb toen eerst een kleine positie genomen, langzaam uitgebreid. Um, maar dit is wel een aandeel. Ja, het is, is het de volgende Tesla. Het is denk ik een goede concurrent voor Tesla in China. Interessante auto's, wel een heel ander model met de accu die je kunt huren of het opladen of het vervangen. Dus op zich wel interessant. Maar ik denk dat ik deze daling eerder had, had, had uh, moeten zien aankomen. Dat ik er nu te lang heb ingezeten aan de andere kant. Dan krijg je wel weer market timing dat je ja, de koers wil gaan timen. Ik denk ook alweer dat het op de lange termijn wel interessant is. Iedereen gaat richting elektrische voertuigen. En vooral ook de elektrische voertuigen aandelen hebben op dit moment natuurlijk ook nog wel vaak een tik te verduren. Juist vanwege de oorlog met Rusland. Uh, grondstofprijzen stijgen en die stijgen ooit best wel heel erg hard. Ik geloof zelfs dat op dit moment met de huidige prijzen een accu van Tesla inmiddels 1400 dollar duurder is, door alleen. Bepaalde grondstoffen die inmiddels heel duur zijn geworden, dus dat zal zeker slecht zijn voor marges en daarom ook voor deze aandelen. Um, dat is iets voor de toekomst. Ik vind het wel interessant. Ik denk dat ik het nogal nu wel een tijdje ga houden. Ik zie het niet nog heel veel dalen aan de ene kant. Maar in ieder geval, mocht dat wel verder dalen, dan zou het misschien wel eens een positie kunnen zijn waar ik mijn verlies op neem. Kijken we naar Novomand uh, Graffite, uh, Grafiet. Een, ja, een basisgrondstof eigenlijk voor accupakketten. Dat is voor mij de reden om juist dit te kopen. Um, hier ga ik eigenlijk, zodra er een winst is, ga ik waarschijnlijk hier mijn positie in verkleinen. Ik geloof er wel in aan de ene kant, maar gewoon, het, er zijn aandelen die ik ja, weg moet doen, omdat ik meer overzicht wil krijgen. En dit is dan een relatief klein, kleine, kleine positie. Dus dit zal waarschijnlijk een van die aandelen zijn, die ik over een tijdje zal gaan verkopen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ontex. De reden dat ik het nog steeds heb, de reden dat ik het heb gekocht trouwens, is dat, dat ik het las uh, in IEX, misschien een jaar of iets langer geleden al. Leek toen heel interessant. Uiteindelijk ja, is het dat niet gebleken, min 40%. Al is het wel zo dat um, ik zat hier ook te denken om een positie te sluiten, mijn verlies te nemen, omdat het eigenlijk niet zo'n hele grote positie is. Maar de reden dat ik dat niet heb gedaan, is dat er nu geruchten zijn dat het waarschijnlijk mogelijk overgenomen gaat worden. Of in ieder geval een uh, private equity die willen het bedrijf kopen dat misschien van de beurs gaat... en dat zie je vaak dat dat tegen een hogere koers is... waardoor ik uiteindelijk dus mijn verlies kan verkleinen... of misschien valt mijn verlies wel weg, wie weet. Dat is de reden dat ik het nu nog heb. Ik kom aan bij Palantir. Palantir is ook een aandeel dat ik um, ja, 50% in de minst sta inmiddels. Um, maar dat vind ik op zich niet heel erg. Het is wel weer zo'n aandeel dat um, nu nog geen winst maakt... en juist bedrijven die nu geen winst maken... worden heel hard afgestraft... Uh, dat is gewoon bij de huidige marktomstandigheden. Maar ik ben ook ooit begonnen met Tesla. Daar komt de meeste van mijn winst vandaan. Ook op dat moment was het nog niet zo dat um, daar winst werd gemaakt. Maar Palantir is een aandeel dat ik laatst bij heb gekocht. Omdat ik denk, naarmate je meer leert, is het interessant voor de toekomst. En vind ik het wel interessant om te hebben voor de toekomst ook. Profiteer ik misschien juist nu wel van een lagere koers mogelijk dat ik binnenkort bij ga kopen, maar dat betekent wel dat ik eerst weer extra onderzoek moet doen, overtuigd moet gaan worden van de toekomst of nog meer overtuigd moet gaan worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, want de mogelijkheden zijn heel breed. Alleen het is nog een beetje lastig omdat ja, vergeleken met andere, laten we zeggen softwarebedrijven, is het niet zo makkelijk schaalbaar aan de andere kant als een klant eenmaal klant is bij Palantir, dan blijven ze vaak voor lange termijn klant. Aan de ene kant dan dat er heel veel uh, ja, kosten voorop zijn gemaakt. Dus het is een behoorlijke overstap voordat iemand klant wordt. Dus dan is de kans groot dat ze ook klant blijven. Want ze, zitten, ja, ze zijn echt geïnvesteerd in het product inmiddels. En wat je vaak ziet is dat ze steeds meer producten gaan uh, afnemen bij Pallentier. Of steeds meer ja, waarde eigenlijk voor Pallentier vertegenwoordigen. Dus um, het, ja, het klantenbestand loopt langzaam op. Maar de klanten die ze hebben, zullen ze ook lange tijd behouden. Dat is dan wel weer interessant. Kijken we dan naar uh, Pinterest, bijna 60% in de min. Heb ik al vaker gezegd, ik heb het gekocht toen de koers hard onderuit ging. Um, en ik kan het misschien even hier opzoeken. En dat kunnen we misschien beter zien. Ik heb het hier gekocht op ongeveer 60 dollar. En dat was de reden dat ik dacht dat deze gap eigenlijk wel weer snel zo uh, ja, gevuld zou worden. Zoals je vaker ziet bij dit soort reacties. Nou, uiteindelijk kwam hier een gerucht dat... Paypal het over wilde nemen. En dat zou eigenlijk voor mij het moment moeten zijn geweest om... Je ziet het hier, deze gap wordt gevuld om daar eigenlijk een verkoop te hebben gedaan. Dat moment heb ik gemist. Dus het was een idee om eigenlijk een soort van swing trade uit te voeren. Alleen, ik weet niet waarom ik het niet heb gedaan. Waarschijnlijk omdat ik toen net de tijd niet had of niet heb opgemerkt. En dat betekent uiteindelijk dat ik 60% in de min sta. Dus ook dit zal wel een aandeel zijn dat ik waarschijnlijk een behoorlijk verlies ga nemen, 1500 euro... Maar oké, okay, dit zijn dan de momenten, je maakt fouten, je leert er hopelijk van, tenminste ik hoop ervan te leren, zodat ik juist dit soort dingen in de toekomst niet hoef te herhalen. Komen we aan bij Prologes, een, ja, net zoals bij Adifica, een vastgoedbedrijf, alleen dan de grote magazijnen. Um, ik denk dat het juist misschien wel interessanter is geworden, dit bedrijf, omdat je in ieder geval hier kijkt in Nederland. Heel veel um, grote bedrijventerreinen mogen niet zomaar meer extra van die grote panden gaan bijzetten. Alleen nog op bepaalde locaties. Zij zijn al heel erg groot. Um, ja, ze hebben gewoon een heel goede positie, denk ik. En het is wel zoiets dat dit soort magazijnen. Ik denk in de toekomst wel eigenlijk meer vraag naar is. Omdat we heel veel, natuurlijk, richting online winkelen gaan. Uh, dus tot nu toe heeft het heel goed uitgepakt. 70%. Helaas was het niet zo'n grote positie, maar Oké, okay, dat hoort er ook bij. En hier moeten we gewoon blij mee zijn met een bijna verdubbeling van een inleg. Kijken we dan naar Tesla bijvoorbeeld. Ja, dat was dus eigenlijk mijn grootste positie. Nu nog 100 aandelen, nog steeds mijn grootste positie als we hier gaan kijken. Um, even kijken wat is inmiddels waard. 75.000 euro op dit moment. Ik had dus eerst nog 175 aandelen. Toen heb ik eerst verkocht op 1140 dollar. Toen nog een keer 50 aandelen op. Um, 1000 dollar en nu staat de koers inmiddels 830. Hij heeft zelfs op 700 gestaan en dat was een beetje een koers, zo had ik voor mezelf berekend. Van dat is eventueel wel weer interessant om in te stappen, maar ook dat was maar één dag. Daar kun je niet meteen op reageren, je moet dan opnieuw je onderzoek doen. En ik denk zelfs dat ik ook mijn Tesla-positie in de toekomst nog ga verkleinen. Ik ga vaker winst nemen, maar dit zal ik waarschijnlijk doen als het aandeel weer richting de 900 dollar gaat of 1000 dollar, dat ik dan kleine stukjes ga verkopen. Um, Telkens wel een nieuwe waardering blijft maken. Ik geloof nog steeds in het aandeel, hoor. Maar het is eigenlijk, zoals gezegd, misschien wel een te grote positie geworden. Of dat was het eigenlijk al. En nog steeds met het idee wat ik nu heb. Dat eigenlijk 50% van mijn vermogen in breed gespreide ETF's moet zitten. En de rest in ja, 10 losse aandelen. Tesla zal er zeker wel een van blijven. Maar het is in ieder geval wel een positie waar ik dus uh, ja, extra winst ga nemen zodra de koers weer stijgt. Ik vind het nu zo'n beetje zo'n koers dat ik een beetje twijfel als hij verder zakt zal ik waarschijnlijk verkopen, dat we dan mogelijk meer daling te zien kunnen krijgen. Maar het zou ook helemaal niet raar zijn nu, als dadelijk alles in Duitsland, die fabriek wordt goedgekeurd, dat het aandeel daarop ja, positief op vooruit gaat, als de oorlog in Oekraïne misschien een beetje afvlakt of hopelijk ten einde gaat. Niet alleen is dat goed voor natuurlijk de hele wereld, maar ook voor de grondstofprijzen. En daar gaat denk ik ook zeker Tesla van profiteren in de koers. Dus dat is het moment dat ik nu dus nog uh, aandelen hiervan vasthoud. Komen we aan bij de trackers en ETFs. En mocht je trouwens, even tussendoor uh, nog geen account hebben bij de Giro. Dit is dus mijn account bij de Giro. Mocht je nog willen beginnen met beleggen. Uh, de Giro, ja, zoals gezegd, dat is de broker die ik gebruik. Ze hebben deze maand wederom eigenlijk een soort van actieaanbieding, net hoe je het wilt noemen. Dus maak zeker ook gebruik van de link onder deze video als je nog een account wilt openen. Maar terug naar de trackers ETF's. Uh, inmiddels zien we dat de van Egg Factors, en dat is eigenlijk ESPO, de videogames en e-sports, daar sta ik nu weer net in de plus. Daar heb ik heel lange tijd flink in de plus gestaan, maar juist dit soort aandelen werden hard afgestraft. Ik moet nog even goed gaan kijken, want uh, er is natuurlijk een verschil in deze ETF tussen, um, hoe moet ik het zeggen, semiconductorbedrijven, die waarschijnlijk nog wel een flinke toekomst hebben, of juist andere type bedrijven, meer richting de gaming, die misschien de komende tijd wat minder positief is. Dus uh, dat is in ieder geval iets wat ik in de komende weken nog wel ga uitzoeken. Um, ik zal niet zo snel denk ik mijn positie uitbreiden. Maar misschien ga ik hem gewoon behouden of misschien bouw ik hem wel af. Dat weet ik dus nog niet. Kijken we dan naar de belangrijkste twee ETF's voor heel veel beleggers denk ik. En in ieder geval ook voor mij. FTSE All World, oftewel uh, VWRL zoals we hem waarschijnlijk beter kennen. Sta ik nu zo'n 5% in de plus. Dat lijkt niet heel veel, maar dat komt onder andere... door juist de verkoop die ik heb gedaan bij uh, Tesla... 20.000 euro daarvan heb ik uiteindelijk in VWRL geïnvesteerd. Dus dat was op een redelijk hogere koers. Daardoor zien we eigenlijk nu ja, dat deze niet zoveel in de plus staat. Kijk bijvoorbeeld S&P 500 die ik die de laatste tijd ook gewoon te maken heeft gehad met een daling. Die heb ik juist niet bijgekocht. Um, daar zien we dat ik 30% in de plus sta. Ja, zoals gezegd, dit is inmiddels een veel grotere... Um, ook trouwens, 20.000 euro waard. Dus ik heb niet 20.000 euro bijgekocht, maar uiteindelijk uitgebreid naar 20.000 euro. Um, maar dit zijn nu wel grote posities voor mij en die zal ik waarschijnlijk dus uit gaan breiden ook in de toekomst. Juist omdat ik steeds meer um, eigenlijk voor de lange termijn wil gaan voor een belangrijk deel van mijn portefeuille. Um, en het zorgt er gewoon voor dat ik niet alles in de gaten hoef te houden op elk moment. Er zijn dadelijk gewoon een paar bedrijven, waarschijnlijk een stuk of tien, waar ik waarde zie in de toekomst... Uh, waar ik wel een risico eventueel durf te nemen. Wat ik ook bij kan houden. dat het niet zoveel posities zijn. En de rest, zoals gezegd, gaat waarschijnlijk dus gewoon richting deze ETF's. En dit zijn dan een beetje de... Ja, zoals ik meer kan ik er niet van maken natuurlijk. Omdat dit de posities zijn die ik op dit moment heb. Uh, we zouden eventueel nog heel even kunnen kijken naar de gesloten posities. En ik zal bijvoorbeeld. Als we gaan kijken naar de rendementen die ik heb gemaakt. En dan zien we hier alfen. Houd ik nog wel telkens in de gaten. Maar. Ja, niet ter per se het moment om daar nu ooit weer een positie in te nemen. Flat de Hero waren geruchten dat het overgenomen ook ging worden, of in ieder geval ook weer private ging worden. Dus mogelijk is dat wel interessant. Uh, maar daar heb ik verder niet heel veel nieuws laatste tijd gehad. Microsoft heb ik toen verkocht. Maar wat ik vooral zit te kijken was Process. Process is nog wel zo'n bedrijf dat nu ook, ja, wederom omdat het in Tech zit en in China voor een groot gedeelte, omdat het uh, groot aandeelhouder is van Tencent, hard is afgestraft. Toen heb ik het ooit gekocht, uiteindelijk heb ik het ook weer wel op het goede moment verkocht door geen verlies te lijden uiteindelijk. Maar um, even kijken waar die nu is. We zien nu wel dat het aandeel flink gedaald is. Heel veel analisten hebben een koersdoel wat richting de 100 euro gaat, terwijl we nu zien dat het rond de 50 zit. Dus dit zou wel zo'n aandeel kunnen zijn, zoals je ziet, hard afgestraft al, alleen dit jaar zelfs al. Dat um, zit ik wel aan te denken om daar binnenkort een positie in te nemen, maar daar ben ik dus nog niet over uit. Daar heb ik meer onderzoek voor nodig. Maar dan zijn we eigenlijk nu door alle posities wel een beetje heen, denk ik. In ieder geval weer een update van de situatie op dit moment. Welke aandelen ik heb, hoe ik erover denk en wat een beetje de plannen zijn voor de toekomst. Uh, laat vooral weten wat jij daarvan denkt. Um. Wat ik van plan ben, of hoe het er nu uitziet, of hoe je er zelf mee omgaat, de situatie op dit moment. Laat het dus vooral weten in de reacties onder deze video. Als ik nog aankopen ga doen, verkopen ga doen, of misschien wel updates, dan zal ik ze natuurlijk ook weer melden in video's uh, op dit kanaal. Dus bijna niet geabonneerd op het kanaal, klik dan op abonneren onder de video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.